Labrix is de machinebouwer. Wij maken specifieke machines voor automotive en industrie algemeen. Toestellen voor componenten te reinigen, zuiver te maken. Lang geleden kochten wij ons plaatwerk aan. En op een bepaald moment hebben wij de beslissing genomen van we gaan het zelf doen. Vanwege redenen, problemen met de toeleveranciers. Flexibiliteit is eigenlijk de dochter gegroeid, ontstaan, EV+. Dat in 2005, 2006 volledig aparte vennootschap is geworden. Op dat moment zijn er eigenlijk externe klanten bijgekomen. Waarom? Omdat wij moesten investeren in nieuwe machines, in duurdere machines. En op de dag van vandaag werkt EV+ nog 10% voor de machineafdeling, met name Labrix. En 90% werken zij voor derden. We werken met staalinox 304, 316 en koperplaten. We werken met grootformaten, middelformaten en kleinformaat. Dat betekent onze capaciteit is 3x1,5, de grootste formaat dat wij kunnen intern hier snijden. En de diktes, we starten van 0,4 en we kunnen tot 25 mm tot 30 mm gaan. Waarom de keuze voor LVD? De plooipersen, waar we al jaren mee werken, daar hebben we een heel goede ervaring mee op het gebied van after sales. De korte reactietijd, dat charmeert ons enorm. Dan het tweede punt is het nieuwe magazijn gekoppeld aan de laser. Voor ons toch wel een heel zware investering. En dit wordt door ene fabrikant geleverd, gemaakt en geplaatst en opgestart. En wij hebben eigenlijk voor een Belgisch bedrijf gekozen. Een beetje chauvinisme, dat mocht wel. We werken de laatste jaren volledig met Catman software. We gebruiken de SDI, Catman B, Catman Job en Catman PL. Dat is een volledige automatisatie en een volledige koppeling tussen onze machines en onze software. Nu wordt eigenlijk onze productie volledig ondergesteund van de 3D-model. Dus een 3D-model wordt gebruikt voor onze Catman PL. Dat wordt eigenlijk gesneden in onze lasermachine. En onze plooibank, die plooi ook direct van onze 3D-model. En dat vroeger was de nadeel van onze machine-installatie. We hadden geen koppeling tussen de plooibank en de laser. Nu is wel. En die besparen veel tijd en we werken ook nauwkeuriger dan vroeger. Het voordeel van het automatisch magazijn, voor ons vooral, omdat we toch wel met beperkte plaats zitten, moeten we toch wel rekenen dat we nu 80% minder oppervlakte nodig hebben dan vroeger. Bij de manipulatie van de platen komt geen persoon meer bij te pas, dus het wordt allemaal automatisch gedaan. Vroeger werd het allemaal met een F-truc gedaan, magazijn in, magazijn uit. Dus naar risico's toe, van gevaren toe, is dat volledig nul. En dan uiteraard minder tijd, minder kosten, minder arbeidsuren.